ga eens even mijn lijstje pakken. En even zeggen wat jij wel niet allemaal gedaan hebt, Annie. Vanaf 1990 ben jij vrijwilliger geweest in de buurt waar je woont. Afgelopen 29 april hebben weer enkele inwoners van onze gemeente een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen uit handen van burgemeester Ronnes. In S is onderscheiden mevrouw Nettie van de Langenberg Schepers. Helaas hebben we hier alleen geen beelden van. We zijn nu te gast bij de Leienhof, waar mevrouw Annie van Bokstel Reuvers is onderscheiden. Voor jou bij elkaar gekomen. Je bent vrijwilliger bij de Zonnebloem geweest, 10 jaar lang. In combinatie met het werk van de Zonnebloem en het vrijwilligerswerk hier was je actief. Je hebt vanaf 1990 tot nu, ben je ook nog beheerder geweest van Den Hof, medebeheerder. Niet alleen, je doet dat samen met anderen. Ja. Voor Haar Majesteit de Koningin, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij haar besluit van 14 december 2009 Johanna Gerarda van Boekstel-Reuvers, geboren te Wijchen, op 13 april 1938 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Is getekend de kanselier der Nederlandse Orden. Genoegen gehad om een zestal jaren met jou te mogen samenwerken. En ik heb mij altijd verbaasd over de spontaniteit. De directe reactie die je geeft als er iets gebeurt. En dat iets gebeuren, dat kan spannend zijn. Dat kan heel energiek zijn. Dat kan heel veel energie vragen. Maar het kan ook zijn dat het onverwacht komt. Wil blijft rustig. En dan komt er een of andere grap uit. En dan heeft hij de lachers op zijn hand. En dan heeft hij de helft van de strijder gewonnen. Ik heb eigenlijk al 30 jaar een voorgevoel. Op het oude gemeentehuis te Helvoort aan de Torenstraat mag ook de heer Wil van Nistelrooy een onderscheiding in ontvangst nemen. Gilles in de Reek, voorzitter van de Koninklijke Horeca, afdeling de Leien. En toen moest hij met de gemeente gaan onderhandelen over sluitingstijden en over veiligheid en wat iets meer zijn. Van 92 tot 96 was je derhalve ook bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Midden-Brabant, tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hartelijk gefeliciteerd. Haar Majesteit de Koningin, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij haar besluit van 14 januari 2010 Wilhelmus Henricus Cornelis Antonius van Nistelrooy, geboren te Drunen op 30 januari 1944, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Getekend de kanselier van de Nederlandse Orde. Hallo meneer Brennels, over hier zijn van een van de organisaties om de noodkakers te bekijken. Ja, daar hebben ze toch goed erin geluisterd. En dan ga ik nog wat tegen jullie zeggen. Je bent eigenlijk op twee fronten actief geweest in de sport. Je was van 80-85 ben jij medeoprichter en bestuurslid geweest, begeleider en trainer van de shuttle, de badmintonclub. En vanaf 92 tot nu ben je vrijwilliger bij de Leientocht en ben je behoorlijk actief. En je hebt ook iets in de cultuur gedaan. Je bent in 83 al bestuurslid geworden van Kunsthaven. En vanaf 97 ben je secretaris. Vanaf 90 tot 2002 ben je ondersteunend lid geweest van het jeugdorkest. In de Notenkraker, oftewel de oude dokter Landmanschool, ontvangt de heer Ad Verboven zijn koninklijke onderscheiding. En dat heeft Haar Majesteit ertoe gebracht om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat. En samen met jou lees ik even. Haar Majesteit de Koningin heeft bij haar besluit van 15 januari 2010
Adrianus Johannes Maria Verboven, geboren te Vught op 24 december 1943, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Getekend de kanselier van de Nederlandse Orde. Kunstadel, de cultuurafdeling van jouw activiteiten. In 1975 was je oprichter van en vrijwilliger bij, weet je nog? Het solistenconcours van de Harmonie. En dat heb je gedaan van 1975 tot 2005 volgens mij. In 80 was je medeoprichter van en vrijwilliger bij de Kledingmarkt. En dan zit je tot op de dag van vandaag in, ben je daar actief in. Van 1980 tot 2007 was je bestuurslid. En je bent ook vicevoorzitter geweest in 2006-2007. Na Ad mocht ook de heer Christ van Eersel zijn onderscheiding in ontvangst nemen. Was je actief lid in de politiek? Dat was voor mij nieuw, moet ik eerlijk zeggen. Ik had nooit geweten dat jij ook daar actief bent geweest. En ook bij deze samenleving, Hare Majesteit de Koningin, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij haar besluit van 22 januari 2010 Christianus Josephus Mathildus Godefriedus van Iersel, geboren te Helvoort op 6 maart 1951, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Getekend de kanselier der Nederlandse Orde. Een bloemetje. Dank je wel. Wij komen een jaar rijden met de bus en wie komt eraan? Daar komt er een van uit aan. Dan zegt hij, je wordt er toch op. Dat doen we straks pas. En jij ging op weg naar? Het examen, juist, EFL. En waarom kom je dan naar beneden dan? Ja, omdat je van mij moest aan het tegen. Dan ligt daar beneden dan. Elders in de oude dokter Landmanschool werd totaal onverwacht en heel verrassend ook de heer Henk van Hout onderscheiden. En in die functie heb je van alles gedaan. Onder andere de kas beheerd, maar je hebt ook secretariaatswerk gedaan, je hebt uitstapjes georganiseerd, je hebt van alles. Vanaf 89, ook nog steeds, ben je bestuurslid en later secretaris van de EHBO. De vereniging Sint-Lucas in Helvoort. Noten leren, posten zorgen, diplomas verzorgen, examens afnemen, ben je bezig nu. Van de basisschool. Je bent vanaf 89 ook secretaris van de ontmoetingsdag. En de ontmoetingsdag is in Helvoort de dag dat de mensen die veelal eenzaam of niet zo goed ter been zijn en veel alleen zitten, worden uitgenodigd en worden door jullie in het zonnetje gezet. Meneer kan beschreven worden, gekwalificeerd worden als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. En daarmee, en daardoor, heeft het Hare Majesteit behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Hare Majesteit de Koningin, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij haar besluit van 18 december 2009 Henricus Cornelis Wilhelmus Maria van Hout, geboren te Helvoort op 23 februari 1944, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Getekend de kanselier der Nederlandse Orde. In de Gloria. Hoera! 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 Hoera!
Maar als je 12 jaar trouwe dienst hebt gehad in de gemeenteraad en je hebt niet al te lelijke dingen gezegd. anders kan ik bij mezelf het negatief adviseren. Maar goed, dan krijg jij van Hare Majesteit een lintje, omdat de redenering is dat je de democratie daarmee in dienst bewijst dat je namens de mensen in de gemeenteraad zit. In zijn eigen achtertuin te Haren mocht ook de heer Johan van den Brand zijn onderscheiding in ontvangst nemen. En we gaan samen ook, dat doe ik bij anderen ook. Majesteit de Koningin, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau. Heeft u bij haar besluit van 16 april, je bent de meest verse, hè? Als ja, inderdaad, ja, januari en zo. 16 april 2010, Johannes Emerentia Petrus Maria van den Brand, geboren te Udenhout op 23 juli 1955, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Getekend de kanselier van de Nederlandse Orde. Ja. Dank je wel. Van harte. Dank je wel. Heel mooi. Dank je wel.